En super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering. Vandaag ga ik jullie weer drie lifehacks laten zien. Onder andere of je een winged eyeliner makkelijk kunt maken. En mascara simpel kunt aanbrengen zonder dat je knoeit boven de ogen. En dat allemaal met een lepel. Ook ga ik je laten zien hoe je heel makkelijk een hoeslaken kunt opvouwen. Of deze lifehack werkt. En als laatste of je met een spaghetti een kaars kunt aansteken. Dat allemaal weer in deze aflevering. Ben je benieuwd of het gaat werken? Blijf dan vooral kijken. Ik draag bijna nooit winged eyeliner en puur alleen maar omdat het mij bijna ook nooit lukt om een mooie winged eyeliner te zetten. Ik heb hooded eyes, dus een beetje over lappende oogleden, zeg maar. En daardoor kan ik gewoon heel moeilijk en slecht een winged eyeliner maken. Nou zag ik een plaatje dat je dat heel erg makkelijk zou kunnen met een lepel. Nu heb je niet altijd een lepel bij de hand, maar dezezelfde lepel kun je dus ook gebruiken om makkelijk mascara mee aan te brengen. Ik heb het geprobeerd, ik heb het getest. Als allereerst bracht ik mascara aan. En dat doe je gewoon met de bolling van de lepel. Die zet je op je ooglid neer. En vervolgens breng je mascara aan. Op deze manier is het zo dat de mascara niet gaat vlekken op je oogleden. En je dus gewoon mooi en makkelijk mascara kunt aanbrengen. En dat werkt. Ik had dit niet verwacht. Ik dacht, dit is echt super onhandig, super niet praktisch. Maar op zich, het gaat toch nog wel redelijk. Je komt wel met de mascara tegen de lepel aan. Maar op zich, het is niet dat je zegt vervelend of dat het gewoon niet werkt. Het werkt op zich echt best wel goed nog. En vooral als je dan gewoon een kleine lepel pakt, een theelepel, dan werkt het prima. En dezezelfde lepel heb ik dus ook gebruikt om een winged eyeliner mee aan te brengen. En ook dat werkte. Dat had ik ook niet verwacht. Ik dacht, dan ga ik knoeien en dan ga ik onder de lepel waarschijnlijk. En ik krijg geen mooie strakke lijn. Maar ook dat valt echt reuze mee. Het werkt gewoon en ik kan gewoon een mooie strakke lijn zetten. En bij mij is het vaak zo, als ik aan de onderkant een mooie strakke lijn heb, dan kan ik de bovenkant zelf gewoon mooi strak trekken. En dat is ook uiteindelijk wat er gelukt is. Ik ben best wel tevreden nog met de winged eyeliner. Het is geen perfecte winged eyeliner, maar zeker eentje waarmee ik over straat durf. Dus deze lifehack vind ik zeker geslaagd. Dus voortaan, waarschijnlijk als ik een winged eyeliner wil gaan maken, pak ik er een lepel bij. En daarnaast is het ook zo, bedacht ik me, dat een lepel neem je sneller mee ergens heen dan plakband. Voorheen deed ik het altijd met plakband, dan plakte ik dat langs mijn oogleden. En dat heb je vaak thuis alleen maar bij de hand. En dat neem je niet zo snel mee naar ergens anders, naar een feestje, naar vriendinnen of wat dan ook. Dan is een lepel toch net wat handiger en wat makkelijker in gebruik. De tweede lifehack die ik getest heb is hoe je makkelijk een hoeslaken op kunt vouwen. Ik heb een tweepersoonsbed en wellicht herken je het wel. Je loopt te struggelen ermee. Het ding zit half om je heen, op je, naast je, noem het maar op. En dan is het uiteindelijk ook nog zo dat wanneer je hem eindelijk hebt opgevouwen, hij helemaal niet mooi opgevouwen is en het echt een hoopje is. Althans, dat is bij mij vaak wel zo. Ik krijg geen mooie strakke lijnen en daar baal ik altijd van. En met deze lifehack zou dat dus heel makkelijk wel gaan. Ik heb het ook weer getest. Ik heb het op diezelfde manier opgevouwen als ik op de foto liet zien. En dat werkt inderdaad gewoon uitstekend. Je krijgt hele mooie strakke lijnen. Je kan het hoeslaken gewoon heel makkelijk opvouwen. Niks moeilijks aan. Dit kan iedereen eigenlijk gewoon. En daarnaast ziet het er gewoon super netjes uit. En dan vind ik het vaak niet erg wanneer ik het voor mezelf opvouw en het dan wegleg. En het is gewoon niet zo netjes. Maar maak je bijvoorbeeld bij iemand schoon, dan is deze lifehack echt top. Je kunt gewoon op een super makkelijke manier het hoeslaken mooi en strak opvouwen. En de derde lifehack alweer gaat over of je met een spaghetti een kaars kunt aansteken. Het koude weer is echt begonnen. Het is gewoon begonnen met vriezen en de kaarsjes staan bij mij in ieder geval volop aan. En dan kan ik me voorstellen dat je bijvoorbeeld geen lange aansteker hebt, maar gewoon een kleine aansteker. En dan is het heel erg lastig wanneer je bijvoorbeeld een diepe kaars wil aansteken. Om die reden kun je dus blijkbaar met een spaghetti een kaars aansteken. Ik was hier zo benieuwd naar. Ik dacht, hoezo kun je met een spaghetti een kaars aansteken? Ook dit heb ik natuurlijk weer getest. En ook deze lifehack werkte wonderbaarlijk. Ik stond hier echt perplex van. Het werkt gewoon. Je moet wel even de spaghetti goed verwarmen. Wil de spaghetti vlam vatten. Maar het werkt gewoon. En hij blijft dan ook gewoon branden. En je kunt er dus dan kaarsen mee aansteken. Het werkt echt ideaal. Met name wanneer je dus geen lange aansteker hebt. Ik heb die dan toevallig wel. Ik heb geen kleine aansteker. Anders had ik die kunnen gebruiken. Om te laten zien dat het wat lastiger gaat.
Maar heb je dus geen lange aansteker, dan kun je dus een spaghetti gebruiken. Een kleine side note hierbij is wel dat je huis naar gebrande spaghetti gaat ruiken. Dit is dus iets wat je maar voor lief moet gaan nemen. Want ja, het werkt, maar je huis ruikt daarna wel een beetje naar verbrande spaghetti. Het heeft daarnaast ook wel weer iets lekkers, dat het verlangt naar eten. Maar het ruikt ook wel weer een beetje verbrand, dus je moet er echt van houden. Goed, de lifehack werkt dus. Ik weet niet of hij ideaal is. Ergens denk ik, ik zou gewoon een lange aansteker kopen. Net zo makkelijk, maar mocht je die dus niet bij de hand hebben, dan kan dit dus ook. Ik hoop weer dat je iets gehad hebt aan deze lifehacks, dat je er iets van geleerd hebt en ik heb er in ieder geval genoeg van geleerd. Ik heb weer echt perplex gestaan. Ik vond het weer super leuk om te doen en volgende week dus weer 3 nieuwe lifehacks. Ik zie je heel graag volgende week weer terug bij een nieuwe video of aankomende zondagochtend bij een nieuwe weekvlog. Ik wil jullie natuurlijk weer heel hartelijk bedanken voor het kijken en ik zie je heel graag weer snel terug. Doei!